En goedenavond. In ons vorige programma onderzochten wij het optreden van het Veiligheidskorps van de D-vlag onder leiding van Robert Verbeelen en van Vlaamse SD'ers in de streek van Leuven. In tegenstelling tot zijn concurrent de D-vlag, die in zaken tegenterreur voor het Veiligheidskorps van Verbeelen eerst stilzwijgend en nadien officieel carte blanche van Himmler had gekregen, had het VNV van zijn bondgenoot, het Duits militair bestuur, geen toestemming tot inzet van de eigen formaties kunnen bekomen. Pas na de vervanging, begin augustus 1944, van generaal von Falkenhausen als militair bevelhebber door SS-groepenführer Jungklaus, stond ook voor het VNV het licht op groen. VNV-leider Elias gaf bevel tot oprichting van de zogeheten verweerkorpsen. Maar behalve in de provincie Limburg, waar de Dietse militie Zwarte Brigade tijdens de laatste bezettingsweken gewapenderhand tegen de partizanen werd ingezet, kwam het VNV niet meer tot georganiseerde terreurbestrijding. Nochtans ondernamen sommige plaatselijke VNV-verantwoordelijken, al dan niet op eigen houtje, represailleacties zoals de Tiene, waar in de nacht van de 8e op de 9e augustus 1944, na de dodelijke aanslag op een collaborateur, een stootroep bestaande uit Vlaamse SS-NSD-mannen, maar ook VNV'ers, met de goedkeuring van de plaatselijke VNV-burgemeester, drie vooraanstaande burgers om het leven bracht. Daags tevoren was immers een plaatselijke collaborateur, Georges van Oudgaarde, door een lid van de verzetsgroepering Het Geheim Leger op straat neergeschoten. In tegenstelling tot vele van zijn medestanders was deze verzetsman wel bereid om, zij het dan wel anoniem, voor de camera te vertellen hoe en waarom hij deze dodelijke aanslag heeft gepleegd. Niet iedereen is allicht daartoe bereid. Meneer, u is de verzetsman die de Tiense collaborateur Georges van Oudgaarde heeft neergeschoten. Heeft u dat in opdracht gedaan? Ja, meneer. En van wie heeft u die opdracht ontvangen? Leiders van het Geheim Leger. Hier in Tiene? Hier in Tiene. En u zelf, kende u tevoren die Georges van Oudgaarde? Enige maanden van voren, als ze mij hem aanbevolen. Hij had bijnauwerij. Hij had? Een bijnauwerij. Een bijnauwerij, ah ja. En daar ging ik af en toe wat vlees halen om hem te leren kennen. En wie had dat gevraagd, dat je daar af en toe vlees zou gaan halen? Mijn opdrachtgevers. Ah, de leiders van het Geheim Leger. De leiders van het Geheim Leger. Waarom moest precies van Oudgaarden worden geliquideerd? Omdat ze een lijst bij had met zoveel personen op, 3 of 44. 44? 44. Een lijst van verzetsmensen? Van verzetsmensen, of denk ik wel. Of die sympathiek stonden? Of, en die moesten opgepakt die worden? Die moesten opgepakt worden. En hij had die lijst opgemaakt. Waren mensen waar? Oplinter, Neerlinter, Dreeslinter en Kersbeck-Miskom. En die leiding van het Geheim Leger hier te Tiene heeft u dan gezegd dat hij zulke lijst had en dat hij daarom moest neergeschoten worden? Ja, dat is juist. Had u alleen die opdracht gekregen? Nee, we waren met 3 of 4 man. Die hadden de opdracht gekregen? Ja. En de 3 wilden het niet doen, hè. Ah, uit schrik, of ik weet het niet. Waarom ging u dan alleen die aanslag dan toch uitvoeren? Omdat ik dan zekerder was. Ik deed het leven alleen. Hoezo dat u zekerder was? Had u geen vertrouwen in andere verzetslui? In die tijd mocht je dat niet hebben. Je mocht niemand vertrouwen. U was getrouwd, meneer, en u had 3 kinderen. Ja. Dat heeft u blijkbaar niet weerhouden om van Oudgaarde te gaan liquideren. Nochtans was er daar veel risico aan verbonden. Was die drang om dat te gaan doen sterker dan de zorg voor uw gezin? Toen wel, ja. Hoe heeft u eigenlijk die aanslag voorbereid? Ja, ik heb het eerst mijn dochter verwittigd. Hoe oud was uw dochter toen? 10 jaar. Was nog een kind, hè? Ja.
En waarom een kind van 10 jaar verwittigen? Wat heeft u eigenlijk gezegd aan uw dochtertje? Moest ik niet terugkomen. Dat ze voor... Ja, zegt u het maar. Zegt u het maar. Als je niet zou terugkomen... Dat ze voor moeder en de kinderen zou zorgen. Hoeveel kinderen waren er in totaal? 3. En u heeft dat gezegd aan uw dochtertje van 10 jaar? Ja. Ze was slim. En ze wist veel. En dan bent u u echt gaan voorbereiden. In deze zin, had u een wapen? Ja, toen bezat ik geen wapen. Een eigen wapen? Ja, een eigen wapen. Een eigen revolver? Ja. En heb jij die eigen revolver daarvoor gebruikt? Nee, ik heb mijn... Ik mocht niet. Van wie? Van de leiding? Van de leiding. U mocht uw eigen wapen niet gebruiken? Nee. Welk wapen was dat? Een 765. En waarom mocht u die niet gebruiken? Omdat ze een nieuwe gekocht hadden. Een zwaardere. Welke hadden ze bezorgd? Ja. Een zwaardere, zegt je? Ja. Was dat een Parabellum? Een Parabel. 9 mm? Ja. En waarom moest je die nieuwe gebruiken? Jij was toch die andere gewoon als verzetsman? Die was ik gewoon. Ja, waarom dan die zwaardere? Ah, om zeker te zijn dat die dood zou zijn. Ja, ja. Want we hebben zelfs nog dum-dum-kogel gemaakt. Ja, u hebt die Parabellum dus met dum-dum-kogels geladen? Ja. Dat wijst erop dat men inderdaad zeker wilde zijn dat Van Oudgaarde dood zou zijn. Ja. En waar zijt je dan heen gegaan om het te gaan doen? Ik heb gewacht totdat hij de draai rond was. Uit de Slachthuisstraat? Ja. En hij begaf zich naar de Veste? Naar de Leipoldvest, ja. Ah ja. En je hebt hem een zekere voorsprong gegeven, wellicht? 100 meters. Dus hij ging te voet? Ja, hij ging te voet. En hebt je hem ook te voet gevolgd? Nee, ik rijd per rijwiel. Goed. En je hebt hem dan waarschijnlijk ingehaald? Ja. En wat heb je dan gedaan? Ik heb mijn revolver gepakt. Ik heb geschoten waar ik moest schieten. Natuurlijk. Waar was dat? Van achter, op het hart. Op het hart? Op de rug, van achter, ja. In de rug, ja. Om het hart te treffen. Ja. En, maar hoeveel keren heb je geschoten? Maar eenmaal. Eén keer maar? Een tweede maal is het wapen geblokkeerd. Ah. Dan was u niet zeker dat hij dood was op dat moment? Nee, dat was je niet zeker. En dan? Dan heb ik van mijn rijwiel afgestapt. Ik heb het papier, de envelop uit zijn zakken gehaald. De lijst met die... De lijst met... Hij had die op zak? Ja, hij had die op zak. Aha. En je hebt die lijst, heb je dan moeten aftasten om die lijst te vinden? Ik wist in welke zak het zak. U wist dat? Ja. Hoe wist u dat? Van de leiding van het verzet. Aha. En u wist zelfs dat het in een envelop zat? Ja. Licht ruis gekleurd. En dat wist u ook voor? Ja. Dan waart je wel bijzonder goed op de hoogte, hè? Heel goed. Maar had Van Oudgaarde dan zelf geen eigen revolver? Want heel wat collaboratiemensen naar het einde van de bezetting toe, die hadden een wapen bij zich genomen om zich te verdedigen tegen die vele aanslagen van toen. Hè. Had hij geen eigen wapen? Hij had een eigen wapen bij. Dat hij onder zijn broekriem droeg. Ah, dat heb je gezien? Dat heb ik zelf gezien. Ja. Ik heb die willen pakken. Om? Om hem een tweede schot te geven. Ah, om zeker te zijn dat hij dood zou zijn. Maar door het geroep van die vrouw, die daar juist erbij kwam, of die daar woonde, heb ik geen risico's willen nemen. Ik ben per fiets gesprongen, rechtstreeks naar... Naar huis? Naar huis. Naar huis? Naar huis, ja. Maar dat was toch zeer gevaarlijk, naar huis te rijden? Ik kende geen gevaar. Uh-huh. Waarom eigenlijk naar huis? Om haar te verwittigen. Wie? Mijn vrouw. Dat je... Dat alles gelukt was. Waar heb je dan geslapen, s'nacht? Bij ons. Ook thuis? Ja, ja. Maar, meneer, dat was toch zeer gevaarlijk? Ik zeg, ik kende geen gevaar. Dat ken ik nu nog niet. Toen je thuis hebt geslapen, heb jij dan
Echt geslapen? Toen heb ik goed geslapen. Goed geslapen? Goed. Geen enkele vrees? Geen enkel. Die van Oudgaarde, was die onmiddellijk dood? Toen hem nee, dan heeft nog 2 of 3 dagen geleefd. Maar als jullie vernamen, het geheim leren, dat die man niet dood was, hij had u waarschijnlijk herkend, vermits gij daar aan huis kwam, aan de winkel kwam. Was dat niet gevaarlijk voor u? Ik ben zelf teruggeweest naar de kliniek waar hij lag. Om wat te doen? Om hem het genadeschot nog kunnen te geven. In de kliniek? In de kliniek. Is u daarin geslaagd? Nee, het was onmogelijk om binnen te geraken. Waarom? Om de bewaking van Duitsers en Zwarten. Het was streng bewaakt. Aan een toegesnelde SS-kameraad Marcel Ponsaerts vroeg de zwaargewonde van Oudgaarde: wreekt mij. De speelfiguur in het hierna volgend tienstdrama was de VNV-gewestleider van toen en stichter van de D-vlachtentine Marcel Engelen, die in juni 1942 in het kader van de zogeheten greep naar de macht van het VNV tot schepen van openbare werken van Tine was benoemd. Tussen de VNV-nieuwkomer Engelen en de overige leden van het hoofdzakelijk liberaal Tiens Schepencollege werd van meet af aan een bittere politieke strijd uitgevochten. Engelens grote kans kwam er de 1 februari 1943 toen de burgemeester van Tine Dupont door de vooraanstaande VNV'er en secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Romsee werd afgezet. Bij zijn daaropvolgende aanstelling tot burgemeester verklaarde Engelen tot het Schepencollege: ik ben een politiek burgemeester. Ik ben er om de nieuwe orde binnen te brengen. Die nieuwe orde belette alvast niet dat Engelen zijn vergoeding voor het burgemeesterschap van 8.000 naar 30.000 frank per jaar van toen opvoerde. Vanuit zijn nieuwe machtspositie poogde Engelen de invloed van het Franstalig liberaal Tiens establishment te doorbreken. Hij steunde dan ook en nam zelf talrijke initiatieven ten gunste van de nieuwe ordeformaties. Engelens politieke ambities gingen met persoonlijke rancunegevoelens gepaard, onder meer tegenover de technische directeur van de Tiense suikerraffinaderij van toen, André Janssens, voor Engelen het symbool van, en we citeren, het liberaal Frans Quillons anglofiel suikerkapitaal. Deze persoonlijke en politieke veten zouden in de nacht van de 8e op de 9e augustus 1944 een wel zeer dramatische afloop kennen. Jean-Paul Moors, ik weet dat dit gesprek erg pijnlijk voor u is, maar de gebeurtenissen na de Tweede Wereldoorlog mogen zeker niet verloren gaan. En ik dank u ervoor dat u dit gesprek na enig aandringen heeft willen aanvaarden. Het is hier op deze plek, vlakbij de spoorwegberm te Tiene, dat uw moeder tijdens de nacht van de 8e op de 9e augustus 1944 werd doodgeschoten. Van wie is dat initiatief tot het voeren van die represailles hier in Tiene uitgegaan? Het onderzoek heeft uitgewezen dat van Engelen uitging. Marcel Engelen. Marcel Engelen, die burgemeester. Ja. Het was al vroeger onder de zwarte afgesproken dat er represailles zouden komen indien een van de hunne iets zou overkomen. Of Marcel Engelen wel degelijk de initiatiefnemer is geweest, wordt nu nog betwist. Hij zelf is steeds blijven ontkennen. Alleszins werd al dan niet door Engelen besloten tot vergelding over te gaan, waarbij de lijfwacht van Engelen, 10 SS-mannen en de SD van Leuven waren betrokken. Met dat doel werd een eerste lijst met 15 namen van Tiense vooraanstaande opgesteld, onder wie André Janssens van de Tiense suikerraffinaderij en mevrouw Moers. Beiden waren actief in de verzetsbeweging Het Geheim Leger. Nu was het in de stad ook enigszins bekend dat uw vader en uw moeder in het verzet stonden? Wel, ik denk dat iedereen dat zal min of meer gevermoed hebben, gezien hun houding die niet pro-nazi was en eerder anglofiel werd dat toen genoemd. En dat is waarschijnlijk, of vermijdelijk bijna, de reden geweest waarom men in die nacht van de 8e op de 9e augustus 1944 op zoek is gegaan naar uw vader en nog naar een heleboel andere mensen hier in Tiene.
Ja, ik denk dat toen men besliste van de represailles op touw te zetten, dat men en tegenstrevers en prominente wil treffen, zodanig dat dat op de bevolking een grote indruk zou maken en dat die dan, enfin, dat zulke aanvallen op de collaborateurs niet meer zouden gebeuren. Er moesten trouwens heel wat meer prominenten en verzetslui van kant worden gemaakt, hè? Volgens de lijst tenminste die ze hadden opgemaakt in de kazerne hier in Tiene, voor ze vertrokken, dan die drie die om het leven zijn gebracht. Hè? Ja, ze hebben ze niet allemaal gevonden. Daar waren nog andere schepenen met wie meneer Engelen overhoop lag. Ja. Dat waren de Heroïe en Van de Schrik. Ja. Dan was er ook een notaris Mertens van Glabbeek. Daar waren dokter Mailleux. En nog vele andere. Maar die waren gelukkig, laten we zeggen, verwittigd geworden. Hè? Ja. Dankzij mevrouw Cordy, hè, die op telefooncentrale zat. Ja. En die uw vader trouwens heeft verwittigd. Hè? Ja, mevrouw Cordy had een gesprek afgeluisterd. En ze had dus vernomen dat er represailles op Tiel waren. Ja. Tijdens dit telefoongesprek had de SS'er Kaspers aan burgemeester Engelen voorgesteld om met enkele collaborateurs uit Sint-Truiden represailles te Tiene te komen uitvoeren. Engelen had geantwoord dat zulks ook zonder zijn hulp zou geschieden. Dankzij die inlichtingen zijn er een heleboel prominenten en verzetslui zich gaan verschuilen. Hè? Ja. En ook uw vader trouwens heeft zich dankzij dat... Hij was nog die avond naar de kliniek gegaan waar dat hij met twee collega's van hem de wonden aan Van Oudgaarde toegebracht besprak. En hij was betrekkelijk gerustgesteld omdat dat geen dodelijke wonde was. En hij vreesde niet zozeer. Maar toen hij dus thuis kwam en dat mijn moeder hem het relaas maakte van dat telefoongesprek die tussen Engelen en een zekere Kaspers. Gebeurd was, ja, dan wist hij wel hoe laat het was en is hij niet thuis blijven overnachten. Maar meneer Moers, hoe verklaart u dat uw moeder, dat allemaal wetende van de komende represailles, ook uw vader is zich gaan verschuilen, dat zij eenvoudig is, gans alleen trouwens, is thuisgebleven? Ja, ze dacht dat het helemaal niet op de vrouwen zou gemunt hebben, dat die daarvan zou gespaard zijn. En zij had geen schrik, zij vreesde niets. Dus jij hebt de aanslag gepleegd ten 8e augustus, 3:30 namiddags. En jij hebt dan vernomen dat er onmiddellijk, dus waarschijnlijk in de late avond, in de loop van de nacht, represailles gingen genomen worden. Van wie heb je dat vernomen? Van het verzet, een verzetman uit Landen. Uit Landen. En heb je dat dan gaan mededelen? Ik heb twee personen verwittigd. Wie waren dat? Meneer Janssens en meneer Meurs. Ah ja. En meneer Janssens heeft die verwittiging niet opgevolgd, hè? Nee. Omstreeks 22:30 s'avonds had hier in deze kazerne te Tiene een tweede vergadering plaats. Benevens leden van de lijfwacht van burgemeester Engelen en Tiense SS-mannen nam hieraan ook een afvaardiging van de SD Leuven deel, bestaande uit onder andere het inmiddels bekende trio Janssens, Fijnjaard en René van Avent, alsmede Marcel Merks, broer van de te Meensel Kiezingen doodgeschoten Vlaamse wachter Gaston Merks. De Leuvenaars en Marcel Merks hadden een goede reden om te Tiene aanwezig te zijn. Zij zochten immers nog altijd naar de plaatselijke leider van de Nationale Koninklijke Beweging, notaris Victor Mertens, die hun na de eerste razzia van het Veiligheidskorps te Meensel ontsnapt was, maar van wie zij vermoedden dat hij zich te Tiene schuilhield. Een nieuwe lijst met 10 namen van Tiense vooraanstaande werd opgesteld, waarna uit de aanwezigen 2 groepen werden samengesteld die elk een 5-tal doelwitten kregen toegewezen. Een eerste groep onder leiding van de Tiense SS-mannen Jan-Victor Hardikest en Marcel Ponsaerts vond Mertens evenwel niet en trok dan maar naar de woning van ingenieur André Janssens van de Tiense suikerraffinaderij. Deze werd voor de ogen van zijn 20-jarige vrouw André Génicot zonder pardon neergekogeld. De inmiddels hertrouwde André Génicot wenste ons niet voor de camera te woord te staan.
Twee leden van de lijfwacht van Engelen die aan deze aanslag deelnamen, wensen dat al even min, maar dan wellicht om andere redenen. De tweede groep onder leiding van het SD-trio Janssens, Fijnjaard en René van Avond begaf zich naar de woning van Schepen van Schriek in de Delportestraat. Omdat daar niet werd opengedaan, werd 20 meter verder ten huize van dokter Moers op de deur gebonkt. Die mensen zijn binnengekomen en hebben het huis afgezocht. En de leider van die groep, dus dat was een gestapist van Leuven, is dan een paar keer buiten gegaan en heeft gesproken met een zekere Cornu. Dat was dus een tienenaar. Dat waren de gidsen voor de Leuvenaars. Ah ja. En die zou gezegd hebben dat die vrouw moet eraan, want zij heeft mij herkend. Ah ja. Hij heeft dus gevraagd dat men haar zou dooddoen om zijn eigen huid te redden. Is er bij sommige van die daders geen aarzeling geweest om je moeder neer te schieten? Ja, inderdaad. De leider van die groep vanavond vond dat dat niet voldoende was om mijn moeder neer te schieten. En hij aarzelde dat. En Cornu heeft aangedrongen. Welk element, welk argument heeft Cornu gebruikt om vanavond toch te overtuigen om uw moeder neer te schieten? Wel, toen heeft hij gezegd dat ze ook de Russen hielp. Oh ja. En vanavond zou gezegd hebben, ja, de Russen hebben op ons mannen ook geschoten en die hadden ook kinderen. En daarom moet ze eraan. En dan is men hier, te midden van de nacht, hier aan deze spoorweg berm gekomen en ik weet dat het pijnlijk is, maar we moeten het toch duidelijk maken. Wat is hier precies dan gebeurd? Ik denk dat in het begin mijn moeder dacht dat ze gevangen genomen werd en naar de kazerne gevoerd. Maar van zoals dat de weg daar de kazerne voorbij ging, dan moet ze wel beseft hebben wat men met haar van plan was. Ja. Ze heeft dan nog getracht de mensen te overhalen. Ze heeft... Ik geloof dat ze op haar knieën gevallen is. Ja. Vragend van haar te laten leven voor mij. Ja. En dan heeft men haar neergeschoten. Ja. Er is daar door een van die daders, mededaders, een uitlating geweest die... wel zeer ongepast was op dat moment, hè? Toen ze daar op haar knieën zat te smeken. Vanavond, toen hij zijn daad gesteld had, is naar zijn vrienden teruggekomen en zei, ik heb met die gars nog miserie gehad, ze wel komedie spelen. Ja. U weet wie uw moeder heeft neergeschoten? Vanavond. Ja. Nadat mevrouw Moers was gedood, begaf de groep Janssens Fijnjaard vanavond zich naar de woning van Armand Guillaume, die als bondwerker tijdens de bezetting goed aan de kost kwam en tot het Tiense establishment werd gerekend. Guillaume behoorde niet tot het verzet, maar was uitgesproken pro-geallieerd. Hij leefde echter in onmin met burgemeester Engelen, omdat hij in augustus 1943 als voorzitter van de plaatselijke jazzclub geweigerd had een schenking te doen voor de weduwe en wezen van de gevallen Oostfronters met de mededeling "Daar storten we niks voor." En ze zijn komen kloppen. Mijn moeder is gaan open doen. Mijn vader is beneden gekomen. Ze hebben gezegd, toen moest metgeen. In het Duits? In het Duits, meneer. Maar het waren toch Vlamingen? Ja, ja. En u heeft ze trouwens herkend later, hè, tijdens de processen. Ja, ja. Wie waren dat dan? Wel, Janssens, Fijnjaard en vanavond. Mm-hmm. En die collaborateurs hebben toen gezegd... mijn vader wou zijn pillen laten gaan halen. Zo zijn astma. Hij leed aan astma. En hij zegt tegen mijn moeder, Jean gaat mijn pillen halen. En die collaborateurs hebben gezegd, hij heeft ze niet meer nodig, want morgen vroeg is hem terug. Ah ja. Dus niemand heeft een indruk gehad dat mijn vader ging doodschieten, maar dat men hem eenvoudig kwam oppak aanhouden. Ja, hij had zeker geen enkel gedacht dat ze hem ging doodschieten. Wanneer heeft dan het gezin, je moeder en jij, wanneer hebben jullie dan vernomen dat vader was doodgeschoten? Dus morgens om 6 uur is meneer De Koster, die adjunctcommissaris was, die is komen kloppen. We zijn gaan open doen. En hij heeft tegen mijn moeder gezegd, ze hebben uw man komen naar weghalen vannacht. Ja.
En hij heeft mij alleen geroepen en zegt, gezegd, André... Apart geroepen? Apart geroepen. Waarom niet tegen moeder? Ik weet niet, hij durfde zeker niks te zeggen. En hoe oud was u toen, meneer? Nog geen 18 jaar, meneer De Wilde. Dus hij heeft geoordeeld, ik kan het misschien best aan de zoon zeggen, die, laten we zeggen, een nakomende man was. Hij was toch 17, 18 jaar. Dan het aan moeder te zeggen. Ja, dat is waarschijnlijk de overweging van de koster geweest. En wat heeft de koster u dan gezegd? Dat vader over doodgeschoten was en dat hem aan die berm lag. Van de spoorweg daar? Van de spoorweg. Als je dat vernomen hebt van de koster, wat heb jij dan gedaan? Ja, ik ben daarheen gelopen. Als ik ter plaatse kwam, heb ik een vrouw zien liggen. Die mevrouw Moers was, maar dat wist ik toen niet. En dan heb ik mijn vader gezien. Die was gezien. Ook doodgeschoten daar? Ja, ja. En dan kwam je voor het lijk van uw vader, mijn vader te staan? Ja. Ik weet dat dat pijnlijk is, meneer, maar hebt gij dat kunnen vaststellen hoe uw vader aan zijn dood was gekomen? Ja, hij had verscheidene schoten in zijn hoofd gehad, want zijn hersenen onken in zijn hoed en kwamen hier aan zijn hoofd. Terzijde van zijn hoofd en zijn haar, dat was allemaal hersenen dat je zag. Je kunt wel je vuist in dat gat steken. Mm-hmm. En nog een schot in zijn hart. Nu, u spreekt daar van verscheidene schoten. Hoeveel dan wel ongeveer? In zijn hoofd? Ja. Hoeveel dan wel? Het juiste aantal kan ik niet meer zeggen, maar een stuk of zeven. Een stuk of zeven. Nou, meneer, als men u in het hoofd schiet één keer, zelfs twee keren, ja, dan is men dood. Hoe verklaart je dat men tot zeven keren toe in zijn hoofd heeft geschoten? Alleen uit haat en wraak, meneer De Wilde. Deelnemers aan de moordtocht hebben tot 's morgens in de kazerne te Tiene hun uitstap uitgelaten tot dronkens toegevierd. De drie doden, ingenieur André Janssens, mevrouw Moers en Armand Guillaume, werden enkele dagen later onder grote publieke belangstelling begraven. Daardoor waren de haatgevoelens evenwel nog niet bekoeld. De 22 augustus 1944 kwam Engelen in eigen persoon bij de weduwe van André Janssens de woning van de vermoorde fabrieksdirecteur opeisen. En enkele dagen voor de bevrijding werden te Tiene nog aanplakbrieven aangebracht waarop onder meer volgende tekst voorkwam. Terreur zal thans door een niets ontziende tegenterreur gebroken worden. Het ogenblik is gekomen dat onze pistolen, onze mitrailletten en onze handgranaten aan het woord zijn. Er zal hard en ongenadig toegeslagen worden tot de volledige zuivering van de streek, wat het ook aan slachtoffers kosten mogen. Een hele reeks waarschuwingen werd in niet mis te verstaande bewoordingen tot de bevolking gericht. Elke hulp aan de zogeheten terroristen en andere misdadige elementen werd ongenadig met de dood afgestraft. Enkel door verklikking zou men nog genade vinden. Ook met het neerschieten van prominenten werd gedreigd. Deze affiches waren ondertekend de anti-terroristen en met de goedkeuring van de leider van het Veiligheidskorps, Robert Verbeelen, door de Tiense SS-man Ardikest en de Vlaamse SD-agent Weitjens opgesteld. Na de oorlog werden tijdens het zogeheten proces van de Gestapo van Leuven alle betichten in de zaak Tiene tot de dood met de kogel veroordeeld. De gebroeders René en Raymond van Avond wisten echter aan de Belgische justitie te ontsnappen en werden enkel bij verstek veroordeeld. Zij verblijven heden nog in het buitenland. De leider van de Tiense SS, Jan-Victor Hardikest, werd pas in 1961 aangehouden en tot 20 jaar dwangarbeid veroordeeld. VNV-burgemeester Marcel Engelen, Léon Cornu en Marcel Ponsaerts verschenen de 25 oktober 1946 voor het executiepeloton, de SD-agenten Janssens, Fijnjaard en Diriks de dag daarop te Leuven. Maar het bijwonen van hun terechtstelling bracht de nabestaanden van hun slachtoffers geen voldoening. Toen die terechtstelling plaatsgevonden had, hè, mijn vader zei toen, gerechtigheid is geschied, maar dat gaf helemaal geen voldoening, dat gaf die wond aan mij, dat die leegte die ik bij het verlies van mijn moeder voelde, dat is nooit goed gekomen. Meneer Guillaume, welke gevolgen heeft het doodschieten van uw vader voor zijn huisgezin gehad? Dat is een ramp geweest voor ons huisgezin, voor mijn moeder en voor mij. Speciaal voor u ook? Ja, meneer De Wilde, zeker. Want ik heb toch de steun
gemist van mijn vader op het ogenblik dat ik het meeste nodig had. En zeker om in raad en daad me bij te staan. Ik voor mij persoonlijk vind meneer De Wilde dat degene die Van Oudgaarde afgeschoten heeft, als hem dan toch een held wou zijn, moet gaan zeggen: ik heb het gedaan, en geen drie onschuldige mensen laten doodschieten. Want ze wisten dat er een weerwraakmaatregel ging komen. Ze wisten het. Die moord op je moeder, heeft dat nog lange tijd bij u blijven nawerken? Zeer. Dat zijn wonden die niet helen. Je blijft daar littekens op je ziel van draaien. Het is nu al meer dan 40 jaar geleden. Blijft dat nu nog nawerken na al die tijd? Ik zou anders niet zo ontroerd zijn. In ons vorig programma hadden wij het over de spiraal van aanslagen en vergeldingsacties in de streek van Leuven en omgeving. Weliswaar was daar in maart 1944 een korte rustperiode ingetreden nadat de Leuvense partizanen zich ingevolge de talrijke aanhoudingen en wegvoeringen van hun leden en sympathisanten door de Sicherheidsdienst en de groep Verbele noodgedwongen verplicht zagen hun acties tegen collaborateurs nagenoeg stil te leggen. De daaropvolgende maanden, april en mei 1944, kenden echter opnieuw een verhevigde partisanenactiviteit, waarbij in het Leuvense 7 nieuwe ordegezinden werden omgebracht. Zo bijvoorbeeld de 34-jarige SS-man Frans Bogaerts, die de 18 april 1944 te Putten bij Mechelen na de begrafenis van zijn vader werd doodgeschoten. Daarop stuurde Robert Verbele de 2 mei 1944 een 5-koppig vergeldingscommando naar Putten, waar een geneesheer, Jules Cornille, met revolverschoten werd afgemaakt. Tussen verzet en collaboratie werd een bijzonder bittere strijd uitgevochten, waarbij niet alleen collaborateurs en verzetslui, maar meer dan eens ook familieleden het gelag moesten betalen. Het waarom van een aanslag is zelfs na 40 jaar in meer dan één geval nog steeds een vraagteken. Zo noteerde de chef van het militair bestuur Reder als bijzonder alarmerend het ombrengen van een gezin te Wijchmaal bij Leuven. Daar werden de 10 mei 1944 de 55-jarige Marie Leonie Organ met haar 3 dochters, de 32-jarige Céline, de 21-jarige Marie-Louise en de 19,5-jarige Bertha, alsmede haar 15-jarige schoolgaande zoon Jules, op verdenking van verklikking door 6 partizanen neergekogeld. Slechts 1 dochter, Bertha Organ, overleefde het drama dat begon toen moeder Organ in klaarlichte dag vanuit de tuin van haar woning door een verzetsman onder bedreiging van revolver bij haar kinderen binnenshuis werd geleid. Was die gemaskerd? Nee, man? Hij was niet gemaskerd. En hij broeide passen. Mijn zus Marie-Louise en ik en mijn moeder gaven onze passen af. Daarop moesten we naar buiten komen en hij vroeg de pas van mijn broer. Mijn moeder zegde: ja, maar dat vent is nog veel te jong, die heeft nog geen pas. Die was 15 jaar, hè? 15 jaar. Ja. Hij ging nog naar de vakschool in Leuven. En dan die van u, zegde hij tegen mijn zusseling. En die rap halen. Daarop is mijn zusseling naar binnen gegaan, maar ze bleef binnen. En wij moesten al intussen tijd vertrekken. Nevens de hoop daar, naar de bos. Ah, naar dat bos Ginder. Ja, ja, Ginder. Ja. Maar aan het einde van de hof. Dus Céline was nog altijd binnen, die bleef achter. Die bleef achter. Hadden ze die vergeten dan of wat? Ik weet het niet, maar had zij binnen gebleven, wel, dan had zij nog blijven leven ook. Want ze kon gemakkelijk langs hier en alles zo weg. Dus is van het op eigen initiatief buiten gekomen? Ja, met gedachten van wat er zou gebeuren met de familie. Ah, ja. En een van die mannen die keek om. En die riep op mijn zus Céline: allee, rap, hè, spoeien. En ja, mijn zus die kwam af. En wij mede, juist tot het begin van de weg. En daar zegde mijn zus Céline: hier sta ik, hier blijf ik, maar ik ga geen stap verder. Je mag me verschieten, je mag doen wat je wilt,
Maar wie zegt er dat wij doodschieten? Zeg. Ja, zegt mijn zus, je mag doen wat je wilt. Ah, wel. En op die moment... Ze wilde niet meer verder gaan. Nee, op die moment bleef zij staan. De man die duwde en mijn zus die duwde terug om te blijven staan. En op dat ogenblik schoten ze. En op wie schoten die mannen? Op mijn moeder, op Céline, op Marie-Louise, op mijn broer Jules en op mijzelf. Ik kreeg de eerste kogel in mijn rechterarm, waarbij ik viel. En ik begon te kreunen. En van dat ogenblik dacht ik, ik moet ophouden, want zelfs krijg ik nog een kogel. Ja, en van dat ogenblik schoten ze. En ik kreeg waar schoten in ze? De nek. Een nekschot? Een nekschot dat uitkwam in de wang. Ah ja. En uw familieleden? Die waren allemaal op slag dood. Ik zelf ben rechtgekropen, ben thuis binnengegaan. Met gedacht van te helpen, maar niemand kon me helpen. Ja. En je bent gelukkig overleefd, Bertha Organ. Heeft men u dan onmiddellijk komen halen? Nee, 3 uur later pas is er een Rode Kruisauto gekomen van de Perceel van Erend. En die heeft me weggedaan naar Kapucinenvoer in Leuven. 3 uur? Ja, je had een nekschot gekregen? Rond 2 uur. En hoe zijn dan uw familieleden weggebracht? Op een boerenkar met strooi naar Todenhuisje in Wijchmaal. Een uur nadat je voorgevallen is, waren de Duitsers al hier. Ze hebben mijn vader... Ze hebben eerst... Enfin, mijn vader hebben ze doen afkomen van zijn werk. En de Duitse officier heeft aan mijn vader vragen gesteld. En hij heeft gezegd, mijn vader, ik doe met niemand niet mee. Met geen Engelsen, met geen Duitsers, met niemand. Heeft men uw doodgeschoten familieleden gezamenlijk begraven? 2 op 2. Ze hebben dan het graf geschonden, ze hebben de bloemen altijd weggehaald en de vazen, het kruisbeeld naar beneden getrokken en al. Pierre Hermans, heeft u ook de zaak van de familie Organ uit Wijchmaal gekend? Ik heb inderdaad die zaak gekend. En ik weet ook dat Leuvense partizanen verscheidene leden van die familie hebben terechtgesteld. Op grond waarvan? Omdat ze beschoten werden als verklikkers. Ik zou van deze zaak afstand kunnen nemen, omdat ik tijdens het gebeuren ergens ten velde in Vlaanderen was. Maar ik heb onder meer de korpscommandant en de bataljonscommandant gekend die de bevelen hebben doorgegeven. En om die leden terecht te stellen? Om die leden van de familie Organ terecht te stellen. Ik heb ook de meeste van de uitvoerders aangeworven en opgeleid. U wenst ze niet te vernoemen? Ik wens ze in geen enkel geval te vernoemen. Is dat een probleem na 40 jaar? Nog altijd is het een probleem. Want die leden van het verzet, die hebben toch amnestie gekregen voor de daden die ze verricht hebben tijdens de oorlog. Jawel, meneer. Die jongens, die kunnen daar niet meer gerechtelijk voor vervolgd worden. Hmm. Maar er blijft de familieleden over van diegenen die wij geliquideerd hebben. Hmm. En die zouden ons nog altijd kunnen verwijten. Jij hebt dit vermoord en dat vermoord met een onkel of gelijk wat. Enkel verwijten? Och, kom, dat van represailles daar... Daar kijken wij niet naar. Maar jij verzwijgt toch ook de namen van de daders? Ah ja, ik heb daar recht niet van die jongens te noemen, dat zij het zelf niet doen. U kent wellicht de namen van de daders. Wie waren dat? Emeleers, Oliviers, Zwiegers, Vermalen en de Pelsmaker. Waarom werd nu die executie van een moeder, 2 dochters... en een zoon van 15 jaar van het gezin Organ bedreven? Kijk, dat zou u ook weer kunnen vragen aan diegene die de actie uitgevoerd heeft. Maar die gaat zich doodgewoon verstoppen, zou ik bijna durven zeggen. Die zal me wandelen sturen. Die zal u wandelen sturen, of anders gaat hij doodgewoon zeggen, zoals het heel waarschijnlijk is geweest, dat hij de opdracht heeft gekregen van ofwel zijn bataljonscommandant, ofwel van de dienstdoende korpscommandant,
die van Herend Wijgman zelf was. Zonder dat hij zelf de reden wist waarom de executie moest plaatsgrijpen? Dat hoef je niet te weten als je een opdracht krijgt. Moest een partizaan steeds de opdracht hebben om een collaborateur terecht te stellen? In principe moest dat vooral in het begin. Na een grondig onderzoek dus, moesten ze het bevel krijgen van hun korpscommandant. Ja, maar geleidelijk aan is dat niet meer het geval geworden. Men moest dikwijls zo snel optreden om de vijanden dus uit te schakelen, dat we nu meer konden vragen aan het Nationaal Commando bijvoorbeeld van een schriftelijk bevel om die of die verrader of verklikker terecht te stellen. Maar is het niet zo dat nagelang de oorlog verliep en dat het klimaat van haat hoe langer hoe sterker werd, dat men een minder secuur onderzoek naar de gedragingen van de collaborateurs instelde? Ja, u bedoelt, u mag niet vergeten, we hadden in iedere gemeente, hadden wij onze mensen, in iedere gemeente van het arrondissement Leuven vooral, dat ik het beste ken uiteraard, en ook in Limburg hadden we dus niet alleen onze eigen partizanen, de helpers van de partizanen, maar dan ook al diegenen die de inlichtingen verzorgden. Dus er moest geen secuur, ze kenden die persoon die neergeschoten werd, kennen ze al maanden, zo niet jaren, kennen zijn gedragingen, wisten wat hij allemaal uitspookte, en dan moest er geen onderzoek meer zijn. Meneer, wij moesten niet gaan onderzoeken of het bevel dat wij krijgen van een eurocommandant wel juist was. Als wij bevel krijgen op een briefje, getekend van een commandant van ons met zijn oorlogsnaam, en daar stonden 3-4 namen op, dan wisten we dat we die zonder commentaar mochten inschieten. Zelfs wanneer ze onschuldig waren? Dat waren onze zaken niet. Dat was de zaak van de commandant die ons het bevel gegeven had. Wij hebben de aanvoerder van het partisanendetachement opgezocht die de aanslag op de familie Organ uitvoerde. En in zekere zin werden we inderdaad wandelen gestuurd. Onder geen enkel beding wenste deze persoon voor de camera te verschijnen. Hij zei dat zulks ook voor zijn medestanders gold. Hij wilde ons echter wel meedelen dat het bevel tot het neerschieten van het gezin Organ werd gegeven door partisanencommandant Gust van Vlasselaar, die kort nadien, de 18e mei 1944, te Overijse door agenten van de Sicherheidsdienst werd neergeschoten. Van Vlasselaar steunde voor deze actie op een verslag dat door een van de plaatselijke inlichtingsagenten van de partisanen was opgemaakt. Volgens dit verslag, en wij citeren onze verborgen blijvende woordvoerder, trokken moeder en kinderen Organ dagelijks naar de Gestapo te Leuven om er onderduikers aan te geven. Daarvoor kregen ze 2000 frank per aangegeven kop. Het bevel tot rechtstelling van de Organs had volgens onze woordvoerder al veel eerder moeten uitgevoerd worden, maar de mannen van zijn detachement, allen onderduikers, waren niet erg tuk op het neerschieten van vrouwen. Volgens onze woordvoerder stonden alleen al in de gemeente Wijgmaal 17 personen op de lijst van neer te schieten zogeheten verkliksters. Uw vader heeft het verzet nooit beschuldigd van collaboratie. Maar uw moeder en haar dochters, behoorden die tot de collaboratie? Nee, zeker en vast niet. Mijn moeder die was altijd thuis. De verloofde van mijn zus Marie-Louise, die was van het geheim leger. Mijn verloofde René, die was van de Witte Brigade. Ze kwamen altijd thuis op het onverwachts, zo dus. Ja. Ja. De verzetskringen hebben het voornamelijk over uw zuster Céline, wanneer ze spreken over verklikkingen. Hebt jij ooit kunnen vaststellen of ze tot verklikking is overgaan, Céline? Daar heb ik nooit, ik kan daar niks van zeggen, maar van mijn zus Céline, ze was altijd in de week werken en zaterdags en zondags bleef ze thuis met haar 2 kinderen, een jongen en een meisje. En haar man? Die was verplicht te werk gesteld in Duitsland. En ontving ze geld, cheques uit Duitsland? Ja, ze heeft een keer een cheque. Eén keer? Eén keer, maar ze heeft hem nooit ontvangen, want toen was dat bij ons hier al voorgevallen en die bleef in de post liggen. En een facteur Vleugels die zeide dat dat was voor een verklikking. Ja. Zo dus. Ah, Vleugels, de postbode heeft dat rondgestrooid. Ja, het moet zijn, want het was toch zo. Ja. Als jullie niet tot de collaboratie behoorden, meent u dan dat er persoonlijke veten of een persoonlijke wraaklust is uitgeoefend geworden? Ja, dat weet ik niet. We waren altijd goed gekleerd. Is het misschien wraak of jaloezie? Daar kan ik niet veel op antwoorden.
De enige overlevende dochter, Organ, spande na de oorlog in 1951 een proces in tegen de 6 partizanen die haar moeder, haar 2 zusters en haar broer hadden gedood. De 6 daders werden voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven buiten vervolging gesteld omdat zij, en wij citeren, op bevel van de weerstand hadden gehandeld en de uitvoering van het gegeven bevel hun verantwoordelijkheid niet kon meebrengen. Einde citaat. De Belgische staat werd door de rechtbank evenwel verantwoordelijk geacht en tot de betaling van 156.000 frank schadevergoeding aan de dochter Organ veroordeeld. De aanslag zelf beschouwde de Leuvense rechtbank als een onrechtmatige daad. Een, wij citeren, laffe moord op een onschuldige vrouw en kinderen zonder nut voor weerstand en vaderland. Einde citaat. De rechters waren van oordeel dat de actie, en wij citeren nogmaals, met bijzondere lichtzinnigheid bevolen was op grond van sommige verdenkingen die aan geen enkel onderzoek konden weerstaan. Einde citaat. Heeft het Belgisch gerecht ooit iets kunnen vinden dat op collaboratie vanwege leden van uw huisgezin wees? Nee, het gerecht heeft ons volledig vrijgesproken van collaboratie en verklikking. Het is te zeggen, meneer De Wilde, dat de familie Organ werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen. Wat nog altijd niet op onschuld wijst. En hoe komt dat jullie die bewijzen niet geleverd hebben? Daar zou ik niet een antwoord kunnen op geven, maar ik weet wel dat de inlichtingen die tot deze daad geleid hebben, kwamen van de politiediensten uit de onmiddellijke omgeving van de familie Organ. Maar ik moet er dit aan toevoegen. Ik heb inzage gekregen van dat dossier. En ik vind dan toch wel heel erg dat er geen enkele weerstander is gevraagd geworden op dat proces van de overblijvende dochter die gekwetst is geweest van de familie Organ, dat er op dat proces tegen de Belgische staat geen enkele weerstander is opgeroepen geweest. En dat ik bovendien in het dossier zaken gevonden heb, bijvoorbeeld, die duidelijk bewijzen dat die mensen het een en ander op een kerfstok hadden. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld dat de moeder zou geroepen hebben, schiet mij dood, maar laat mijn kinderen leven. Dat is nog iemand die niks op zijn kerfstok, iemand die niks op zijn kerfstok heeft, die doet zoiets niet. Nee, maar een moeder kan tweede, dat doen. Een moeder kan dat doen. Nog, omdat, maar toen was er nog geen sprake van te schieten. En ten tweede is er ook in het dossier een bewijs dat diegene die overschoot en die dus het proces tegen de Belgische staat heeft ingespannen, ja, op aanstoken weer een keer van journalisten uit de rechtse pers, dat die duidelijk gezegd heeft, en dat staat in de documenten van het proces, dat de moeder en de zoon naar de commandatuur in Leuven geweest zijn om te vragen aan de Duitsers om de zoon vrij te stellen van verplichte tewerkstelling naar Duitsland. Als naar het schijnt die zoon maar 15 jaar is. Nu begrijpt u dat als iemand uit de streek van Herentwijgmal, waar de partisanenactiviteit zo geweldig actief is, streek van Herentwijgmal, waar daar Robert Verbeelen uit voorkwam, en Fengaar, als die naar de commandatuur gaat om een gunst te vragen, dat die vast en zeker moet tegengunsten ook verricht hebben. En de dochter beweert dan dat ze weet dat minstens één keer is voorgevallen. Maar als men 15 jaar was, was men dan verplicht naar Duitsland te gaan werken? Maar nee, dat is hem juist. Dat is een van de zaken die niet voldoende naar voren zijn gebracht in het proces van die enige dochter die overbleef tot de Belgische staat. Volgens Louis van Brussel van de gewapende partizanen zou u aan het gerecht hebben verklaard dat uw moeder met uw broer van 15 jaar Jules naar de commandantuur te Leuven was geweest om de Duitsers te vragen uw broer Jules vrij te stellen van verplichte tewerkstelling in Duitsland. Dat is zeker en vast niet waar. En meneer van Brussel die heeft een paar keren ondervraagd geweest en die verklaarde zelf op het gerecht dat hij de familie Organ niet kende toen. Ook in zijn boek Partizanen in Vlaanderen, dat in 1971 verscheen, bestempelde Louis van Brussel het gezin Organ als een verklikkersfamilie. Daarop spande de overlevende dochter Bertha Organ een proces in tegen van Brussel en zijn uitgever, het Mazreelfonds.
In eerste aanleg werd Van Brussel in het ongelijk gesteld en veroordeeld tot de betaling van 250.000 frank schadevergoeding en de verwijdering van de betrokken passages uit zijn boek. Van Brussel ging echter in beroep. Op het ogenblik dat dit programma werd opgenomen, was nog geen definitieve uitspraak in deze zaak in het vooruitzicht gesteld. Nu, wie heeft achteraf voor de kinderen van uw zuster Céline zorg gedragen? Ikzelf. Dus Jacqueline, 7 jaar. En François, 9 jaar. François, 9 jaar. Wie heeft daarvoor gezorgd? Ikzelf altijd, ja. Ik ben daarna dan 9 jaar later getrouwd met mijn schoonbroer. Omwille van de kinderen. Om hen geen vreemde moeder te geven. Dus u is blijven zorgen. En ja. U bent dan met de weduwe naar uw schoonbroer getrouwd. Ja. Om de kinderen die opvoeding te blijven geven. Ja. Bertha Organ, wat heeft het doodschieten van uw 4 familieleden voor u betekend? Ja, dat kan ik niet beschrijven. Dat weet ik niet. Meneer De Wilde, ik kan het niet beschrijven, want dat is een harde slag geweest voor ons. Ik kan het niet beantwoorden, ook niet. Als zij dat 44 ben ik nog nooit gerust geweest. Eerst in de dagbladen, dan in een boek. En dan die onrechtvaardigheden van mijn familie die ze uitgemoord hebben. Mijn broer, mijn zus en mijn moeder. In gevolge de toenemende verzetsactiviteit ging de Sicherheidsdienst in de zomer van 1944 tot grootscheepse razzia's in de streek van Leuven en omgeving over, waarbij in vele gevallen leden van nieuwe ordebewegingen als aanwijzers optraden. Zo hielden verscheidene SD-commando's in de nacht van de 20e op de 21e mei 1944 in de Hagelandse gemeente Bekkenvoort, Sint-Joris-Wingen, Onze Lieve Vrouw Tielt, 11 leden of sympathisanten van de verzetsbeweging, de Nationale Koninklijke Beweging, aan. In de gemeente Molenbeek-Wersbeek werd op een paar personen na de hele plaatselijke Nationale Koninklijke Beweginggroep opgepakt en in de kazerne van Diest opgesloten, om vervolgens via de gevangenis van Sint-Gilles naar het concentratiekamp van Buchenwald te worden weggevoerd. Bertha van Hemelen, wat is er hier in Molenbeek-Wersbeek de 20e mei 1944 gebeurd? Op 20 mei, 's nachts, hebben ze hier 22 personen aangehouden van ons dorp. En hoeveel zijn er van teruggekomen? Er zijn 5 personen teruggekomen, maar daar is 1 van gestorven een maand na de thuiskomst. Van ontberingen, ja, is hij gestorven. En was daar ook geen Louis Lodewijks bij degenen die weggevoerd zijn? Ja, daar was een Lodewijks Louis bij. Die had 12 kinderen. 12 kinderen? Ja, 12 kinderen. En wat is er daarmee gebeurd? Is die ooit teruggekomen? Nee, die is niet teruggekomen. Die heeft maar enkele weken in het concentratiekamp geleefd. En daar, hij kon geen beet brood binnenkrijgen. Hij zat zo erg met zijn kinderen en zijn huisgezin in, dat hij op korte tijd gestorven is. Nu, bij uw eigen familie, hoeveel leden zijn daar opgepakt? 6. Wie waren dat? Mijn broer, zijn 3 zonen. En hoe oud waren die 3 zonen? Ene was 17, de andere 19 en de andere 21 jaar. En mijn broer was oud-strijder van 14-18. Dat zijn er dus al 4? Ja, en dan mijn man en ik. Zelf. 6 personen in 1 enkele familie? Ja. Hoeveel zijn daarvan teruggekomen? Van die 6? Ik alleen. En niemand anders meer? Nee. Zelfs ene vermist waar dat we niks meer van gehoord hebben.
Het was hier natuurlijk een klein dorp, hè? Maar hoe kon men nu eigenlijk tijdens de oorlog weten wie bij die NKB was? Ja, maar iedereen kende hier iedereen. Waren er vergaderingen van die NKB? Jawel. Waar waren die? De grote vergadering was bij mijn broer Joseph van Heemelen. Ja. En wanneer gebeurde dat zo? Ja, dat was rond de avond, altijd in de avond. Rond 8, 9 uur of 10 uur of een hand, ja. Dat ze dat zetten, dat de mensen konden komen. Ja, en hoeveel mensen kwamen daar zo al samen? Ja, op de hoofdvergadering was dat nogal sterk, want dan was dat wel van 20 tot 30 man. 20 tot 30 man die in één hoeve bij uw broer samenkwamen? Ja. Maar Bertha van Heemelen, waaraan schrijft u het oppakken en het wegvoeren van die 22 inwoners van Molenbeek-Wersbeek toe? Ja, ik durf zeggen dat het door verraderij was. Hier was een familie, Hermans genoemd. De vader was oudstrijder. De vader en moeder waren Duits gezind. De twee zonen waren als collaborateurs in het zwart gekleed en die liepen zo rond met de revolver aan de zij. De dochters waren ook Duits gezind. En gelooft gij, Bertha van Heemelen, dat die familie van Hermans, die dus blijkbaar allemaal Duits gezind waren, dat die iets te maken heeft gehad met het wegvoeren van die 22? Ja, dat geloof ik. Wat is er na de oorlog met die familie Hermans gebeurd? Wel, ze hebben dat huis totaal afgebroken, zal ik zeggen. Afgebroken? Kapotgeslagen, dus de vensters kapotgeslagen, de deuren uitgebroken, zelfs de muren omgeslagen. Totaal afgebroken. De muren ja, omgeslagen? Ja, totaal afgebroken. De 23e mei 1944, 3 dagen na de inval te Molenbeek-Wersbeek, omstreeks 21:30 s'avonds werd de schuilplaats van de dienstdoende korpscommandant van de Leuvense partizanen, Germain de Becker, door een 30-tal collaborateurs en agenten van de SD Leuven overvallen. Sedert het voorjaar van 1944 zat de Becker hier in deze hoeve te Sint-Joris-Wingen bij het gezin Goris ondergedoken. Daar waren zowel de zoon Louis als de dochters Marguerite en Yvan, respectievelijk 21 en 17 jaar, in het verzet actief. Bovendien werden ten huize Goris vergaderingen van verzetsleden gehouden. Ik was pas thuis van de naaister. En Germain had een hele dag weg geweest. Die was van 's morgens weg en die was ook dan thuisgekomen. En die zat, als ik thuis kwam, met mijn broer dus, Louis, in de voorplaats te beraadslagen, wat ik weet niet. En ik was naar boven gegaan om andere kledij dus aan te doen. En ik hoorde ineens een geronk van motoren, van motocicletten, van auto's. Camions. Ja. Daarmee keek ik uit de venster, want in die tijd reden er feitelijk niet veel auto's of motocicletten. Daarmee keek ik en ik zag ineens motocicletten van de zwarte of Duitsers aankomen. En toen was het van de mannen van de SS. Met hoeveel waren ze daar? Een 30 à 40, dat kan ik niet juist zeggen. En waren dat Duitsers of waren dat Vlamingen? Vlamingen. Eén Duitser was er en de rest was allemaal Vlamingen. Ja. En hoe wist je dat? Omdat ze Nederlands spraken. Ja. Zo dus, ja. En heb je daar van die collaborateurs, heb je daar sommigen van herkend? Ja. Van de Bemt natuurlijk. Janssens, Feyaert. Ja. Dus Germain de Becker zat samen met uw broer binnen in huis. Ja. En jij hebt ze ze verwittigd waarschijnlijk. Ja, ik hoorde die motocicletten, ik keek en direct heb ik dan geroepen, mannen, loopt, want de Gestapo is daar. En die zijn rechtgevlogen. Germain en mijn broer zijn hier dus door de koer gelopen, ja. Dan
door de boomgaard. Ah ja, waar vroeger een boomgaard was. Ja, hè? Ja, daar stonden heel veel bomen. Ja. Ja. En hier was een haag. En hier was een haag. Ja. Daar was dus draad gelijk als nu. En dan Louis, die is hier over de draad gesprongen. Want hier stond het koren zo hoog, hè? Oh, dat stond al hoog toen. Zo hoog, ja. En heeft zich daar niet weggestoken? Ja. En, hij had een handgranaat afgetrokken, die had hem in zijn hand. En dan heeft hij heeft de slagpin eruit getrokken. Een slagpin. En hij hield die in zijn hand? Ja. Totdat ze vertrokken zijn, s'nachts om 1:30 zijn ze vertrokken. En die heeft al die uren die afgetrokken granaat... Hij kon zijn hand bijna niet meer openkrijgen. Hij kon die niet meer openkrijgen. Nee. Maar ze hebben hem niet gevonden, niet gezien. Ze hebben hem niet gevonden. Nee, ze hebben hem niet gevonden. En dan Germain, die was weggelopen en die is teruggekomen van hier in de boomgaard. En hij riep, Rita, met een revolver. En ik kwam van de trap afgelopen. Ik zeg, je loopt, ik breng u een revolver achterna. En ik wist dat ze dus in de zetel gezeten hadden in de eetkamer. Ik liep naar de eetkamer en onder het kussen stak werkelijk zijn revolver, een hele grote dus, met de kogels. Ja. Maar die kogels die waren dus in een zakdoek. En ik liep hem achterna. Maar eer dat ik hier op de koer was, dus, waren ze aan het schieten. Germain is regelrecht doorgelopen. En als je daar bent, dan kun je daar van aan die huizen zien wie dat natuurlijk in de boomgaard loopt. Ja. Louis is hier over de draad en die hadden ze niet kunnen zien. Ze hebben dus op hem geschoten. Dan begonnen ze al van aan geschoten. En handgranaten begonnen ze te smijten. Ah, ze hebben dus handgranaten ook gegooid in die boom. Ja, absoluut. Hier. En is Germain de bekker dan getroffen? In zijn bil is hem gebaan. En dan een stuk van zijn vinger was hem kwijt, van zijn ringvinger, denk ik, dat het was dat ze kwijt waren. En dan is hem doorgelopen, maar dus met die dum-dum-kogel, zo zeiden ze dus, had hij een wond aan zijn been en is hem al hinkend tot daar beneden aan de beek gelopen. Dus, hè. Ah, ja. En daar heeft hem zijn hand op een boom gezet die helemaal bebloeid dus was. Ja. Want daar konden zijn hand dus zien staan met bloed. En dan heeft hij hem, had altijd een klein revolverje bij hem, dat hem dag en nacht op hem. En dan heeft hij hem met dat klein revolverje door zijn kop geschoten. Zelfmoord. Ja, hij wilde zijn eigen niet overgeven. Dat hadden ze gezworen. Waarom niet? Ah, ze hadden gezworen. Dat zweerden ze dat ze hun eigen zouden zelf doodgeschoten hebben en niet overgegeven, want anders sloegen ze toch bijna dood of dood. Ja. En dan zouden ze... En trouwens, hij was commandant van de partizanen. Ja, hij wist en alles. En hij wist heel veel. Hij wist alles. Ja. De zusters Marguerite en Yvonne Goris werden door de Leuvense SD-agenten meegenomen en na langdurige ondervraging naar het concentratiekamp van Ravensbrück en tenslotte naar Buchenwald weggevoerd. Na de geallieerde landing in Normandië de 6 juni 1944 kende de verzetsactiviteit in het Leuvense uiteraard een grote toename. Vooral het aantal sabotageacties ging lijnrecht de hoogte in. Tevens bleven de verzetsgroeperingen even onverbiddelijk tegen collaborateurs en verklikkers optreden, van wie er alleen al in de maand juni 1944 in het Leuvense 7 werden gedood. Zo schoot de 7 juli 1944 een compagniecommandant van de Leuvense partizanen te Kortrijk-Dutsel twee SD-agenten neer toen deze zijn papieren wilde controleren. Dezelfde dag en in dezelfde gemeente deed Robert Verbeelen en 7 leden van zijn stootroep met een aantal agenten van de Sicherheitsdienst Leuven een inval in de herberg van Gabriel Aerts, die deel uitmaakte van de partizanenbeweging, onderdak verleende aan verzetslui werkweigeraars en zorg droeg voor een wapenopslagplaats. Haar oudste dochter, de 19-jarige Germaine, was koerierster bij de partizanen. En ze kwamen hier dus binnengevallen. Ja. En wat waren ze gaan doen op dat moment? Pensen aan het maken, meneer. Ik had de varken dit gedaan. Of de slager.
Met hoeveel kwamen ze er wel? Volgens ik had vernomen, waren ze met 60 man mee. 60 man. En daar waren mensen in het café? Jawel. En op straat namen ze de mensen mee, vijf in huis. Kom, zeiden ze, je bent ook nog goed voor te tapisseren. Voor te tapisseren? Ja, en ze zetten die mensen allemaal met het gezicht tegen de muur. Ah, om de muur te tapisseren? Ja. Ah, ja. Ja. Ah, ja. En hoe komt dat? Denk je dat ze bij u zijn binnengevallen? Hoe komt dat nu dat ze bij u zijn binnengevallen? Ik denk dat dat verraden geweest is door Van der Weijden. Van der Weijden? Wie was dat? Alfons Van der Weijden van Schinnebroek, Schoonderbeke. Ah, Schoonderbeke, bij Scherpenheuvel. Ja. En was die al bij u geweest tevoren? Ja, wel, die was vroeger bij mij geweest al. En gezegd, ja, hij had honger, hij was van het verzet, zegde hij. En ik gaf hem dan brood aan, buitenrammen. Ja. Ja. En was hij echt van het verzet? Nee, dat was niet, meneer. Ah, nee, want dan heeft hij alles verraden, hè. Dan heeft hij daarna vijf verraden, hè. Maar was het in feite wel? Het was dus geen verzetsman. Hij gaf zich uit voor verzetsman. Ja. Maar wat was hij werkelijk geweest? Wat was hij toen? Ja. Een Oostfrontstrijder. Ah, een gewezen Oostfrontstrijder. En wat hebben ze dan met u gedaan? Vanjaar is ze met mij in de kelder gegaan. Daar heeft hij mij op mijn kop geslagen, zoveel hij kon. Met zijn vuisten? En met zijn vuisten. Ik heb gezegd, schiet me dan liever dood. Nee, zegt hij, gezegd in een koude weet. Maar je zult spreken, zegt hij. En dan zeg ik, maar meneer Vanjaar, ik ken u toch. Durf u, ken je mij, van mensen van Herend. Ah, ja. Want je bent al vier keer is bij ons geweest. Ah, met zijn groep Vanjaar en Janssens waren al vier keer bij u in de café geweest. Ja. En die vrienden van Herend die hadden u gezegd dat Vanjaar en Janssens was. Ja, ah, ja. Ah, dat ik zeg. Maar u had ook dochters, Germain 19 jaar, Simon 17 jaar. Waar waren die? Ja, die waren naar boven gelopen, hè. Ver gaan weg te steken, hè. Ah, ja. Maar dan hebben ze die toch gevonden, hè. Ja. Die hebben ze die beneden gesleurd, hè. Oh, ja. En dan beneden gekomen en moest Simon tappen voor die zwarte, hè. Die moest bier schenken, hè. Tappen. Ja. En dan ben ik met Germain in de keuken gegaan. En ze hebben u dus en Germain afgezonderd in de keuken? Ja. Wat wilden ze u doen bekennen? Ze wilden ons altijd doen bekennen, voor te weten voor het lokaal was van de weerstand. Ja. Moesten wij spreken, hè. En je moest ook misschien zeggen wie de weerstanders waren in Kortrijk-Butsel. Ja, ja, maar ik heb dat nooit gedaan, hè. Mm-hmm. Ik heb dat niet gedaan. Zelfs als u afklopte niet? Nee. Hoe had er als ze klopte, heb ik gezegd, hoe minder dat ik zou gespreken hebben. Sloeg die Vanjaar hard op u? Jawel, met zijn vuist. Met zijn vuist op mijn kop. En, altijd. En je hebt niets gezegd? Niks. Dat zal ik nergens beschrijven. Zo. En hebben ze ook uw oudste dochter, Germain, mishandeld? Ja, meneer, ze hebben die hier helemaal uitgekleed. Herbea heeft ze meegenomen, maar haar broek heeft ze moeten uitdoen. En dan hebben ze haar op de divan op haar buik gelegd. En dan hebben ze met de matras haar billen geslagen tot ze zwart zagen. En dan is vanavond gekomen en die heeft gezegd, ik ga er eens meer achter mee buiten gaan, ik zal er eens mijn goesting gaan mee doen. En heeft hij vanavond dan zijn goesting met Germain gedaan? Die heeft niks gedaan. En hebben ze u dan weggevoerd met uw oudste dochter, met Germain? Jawel, dan hebben ze ons weggevoerd naar Leuven, naar de Witalde Korsenstraat nummer 27. Ah, dat is dus bij de SD, bij de Sicherheitsdienst, bij de Gestapo. Bij de Gestapo. En hebt je daar opnieuw slaag gekregen? Ik heb slaag gekregen vanjaar, terug op mijn kop. En overal, ja. En wat heb jij dan gezegd tegen Vanjaar als u zo sloeg? Ik heb me daar niet mee gemoeid. Ik moei me daar niet mee. Ik heb je zelf mee. Maar als ze dan vaststelden dat u niet tegenstaande alle mogelijke slagen op uw hoofd toch tot bekentenissen niet overging, hebben ze dan geen andere middelen gebruikt? Ja, dan is Verbeelen gekomen. En die heeft gezegd, die heeft mijn handen doen op de grond leggen. En dan is hij met een hak van zijn botten mijn vingers verpletterd. En heb je dan bekend? En dan heb ik nooit bekend. Ik heb nooit bekend. Zelfs wanneer ze vingers aan het verpletteren waren onder de hak van een laars? Ja, ik heb nooit bekend. Nooit niet. Maar hebben die collaborateurs er dan eindelijk mee gestopt? Nee, meneer. Ze zijn met twee man met mij naar boven gegaan. Op een tabouret gelegd.
Maar ik ben billen bleut. En dan hebben ze mij bewerkt met twee matrakken, met de twee mannen, met twee matrakken. Zolang toch erboven gevallen zijn. Ik was weg, hè. Ah, uw bewustzijn verloren. Ja, bewustzijn verloren. Maar is men u niet komen halen, u en uw dochter, om verhoord te worden bij de sicherheidsdienst op de Louisalaan te Brussel? Dan zijn ze ons komen halen met een open bus om naar de Avenue Louis te rijden, nummer 345. En dan hebben ze, ja, dan heb ik terug dat veelslagen op mijn kop gehad met u te spreken. En zwaar geslagen opnieuw? Zwaar geslagen op mijn hoofd. Tegen de muur geslagen, dat bloed eruit preste. Want sinds riek ik niks meer. Sindsdien riekt je niks meer? Niks meer. En jij dacht waarschijnlijk toen ook nog aan uw kinderen. Gedacht. En die dachten, ik zeg, mijn zoon is ziek. Die zullen u niet meer zien, antwoordden ze mij. Moeder en dochter Aarts werden de 30ste augustus 1944, amper een paar dagen voor de bevrijding, met de trein naar het concentratiekamp van Ravensbrück weggevoerd. De door de sicherheidsdienst aangehouden verzetslui en verdachten werden in de regel langdurig ondervraagd, geslagen en dikwijls gefolterd. Nadien werden ze krachtens het Duitse Nacht- und Nebeldecreet als politieke gevangenen op transport naar de Duitse concentratiekampen gezet, waar velen om het leven kwamen. Onze getuigen, Gabriel Aarts, Bertha van Hemelen, Margriet en Yvonne Goris, Aline Vervoort en Raymond de Kuils, werden na een verblijf in één of meer tussenkampen uiteindelijk te Ravensbrück opgesloten en wisten aan de dood te ontsnappen. Hierna volgt een greep uit hun pijnlijke belevenissen. De werkelijkheid is nog erger dan de sterkste verbeelding. En als je dan aangekomen bent in Ravensbrück, wat heeft zich daarvoor gedaan? Ja, dan zijn we allemaal op de rij moeten gaan staan. We hebben ons helemaal moeten uitkleden. Poedelnaakt. We hadden niks meer aan. Geen schoenen, niks. Alles moeten afgeven. Ja. En ook, er waren ook oudere vrouwen bij. Ja, absoluut. Daar waren vrouwen, mensen hè? Bij die zeker 100 en over de 100 kilo wogen. Toen nog, zelfs hè? Nog ja. Vrouwen die zo zwaar wogen hier van Leuven en het omliggende. En wij hadden, ja, daar hebben we zo'n ogen getrokken, daar waren we zo door gedaan. Want vroeger, wij hadden feitelijk nog niet bij een dokter geweest voor een onderzoek of iets. En zoiets, dat was iets verschrikkelijk. Zij hebben ons doorzocht van boven tot onder, dus van onder ook. En, waarom eigenlijk? Ja. Om te zien dat er geen diamanten verstopt waren of gouden ringen. Of gouden ringen of zo. Hè. En in de haren alles. En dan hebben ze ook het haar afgesneden. Hun haar afgesneden. Hebben we dat als kleren dan? Dan hadden we juist één kleed. Eén kleed en één deken. En ondergoed? Niks ondergoed. Geen ondergoed. Nooit meer gehad. Dames, waaronder hebben jullie eigenlijk daar in die kampen het meest geleden? Van de kou. De miserie van de honger. Ja. En dan de luizen die we hadden. Ja. Wij hadden geen handdoek voor ons af te drogen. We hadden geen zeep voor ons te wassen. Geen zakdoek. Geen zakdoek hadden we. Nee. Onder kranen moesten wij ons zo afspoelen. En dan moesten we ieders keren... We zaten vol vloeien, vol luizen. In de winter... Als het koud was, stonden we ons daar naakt te wassen in die barakken zonder vensters. Zonder vensters? Zonder vensters. De ruiten waren eruit. En geweest dat er een SS binnenkwam met een schip zand, een schep zand. En dat strooide hij over ons terug als we gewassen waren. En dan zo met ons kleren op onze arm naar buiten, op appel. Dan waren we gewassen. In de barakken moesten we slapen in bakken. Met twee tezamen. We konden ons niet draaien. We moesten altijd op ons zijde liggen.
En als we ons op onze rug konden we ons niet leggen, we moesten ons altijd te samen draaien. Dat was veel te smal. En dat was drie bakken op elkaar. Om 3 à 4 uur 's morgens was het appel. En dan kwamen ze met de honden. Voor te zien, dan moest allemaal uit het bed, waarom ziek met die of honden? Niet ziek. Waarom met die honden? Voor de mensen die daar in bed nog bleven, die ziek waren, of die niet rap genoeg waren voor ze eruit te halen. Hè. Ja. Dan beten die honden en die sleurden hun eruit. En dan moesten we appel staan van... Hoe lang zo? 4 uur tot... Ja, dat hing er vanaf. Ja, 8 uur, 9 uren. Hè? Ja. Als tot 8, 9 uren? Ja. Ja. Morgens? Ja, ja, ja. Dat is 4 tot 5 uren op appel. Ja, ja, ook in de winter? Ja. Ook in de winter hadden sneeuw lag. En we hebben nooit kousen gedragen. Want we staken met ons blote voeten in die klompen. Ja. We bibberden van de kou. En als we daar stonden en de officierin was dan voorbij of zo, dan waren we aan elkaar aan het wrijven zo voor een beetje warm te krijgen. Maar als er dan iemand neerviel die ziek was of zo, dat was het in de sneeuw of in de regen, die moesten we laten liggen, want we mochten niemand niet helpen. We mochten niemand niet helpen. En tot 8, 9 uren. Dat is vreselijk lang, hè? Ja, dat is heel lang. Maar het was nog langer ook als de commandant... Nog langer? Ja, dikwijls tot zachter in de nachtermiddag, 4, 5 uren ook. Als de commandant... We moesten wachten tot als de commandant daar kwam. En maar je stond daar van 4 uur 's morgens? Ja. En het vroor daar? Ja, en heel hard, want daar was het heel, heel koud. Daar in Ravensbrück, Gabriel, waarvan heeft u daar het meest afgezien? Natuurlijk, van de honger. Wat kreeg je daar te eten? S'morgens krijgen we dan niks. S'nuurens krijgen we een bol soep. En s'avonds krijgen we dan een stuk brood en vlagman. Een broodje van vlagman. En nog wat wat. En niks bij? En een lepel confituur van een hele week. Eén keer per week? Eén keer per week. Zo'n soeplepel confituur? Ja. Dat hebben we daar gekregen. In het begin, toen we er waren, kregen we nog 1/4 van het brood. En 2... Per dag? Per dag. En 2 pelkartoffelen. Pelkartoffelen. Ja, aardappelen met de pel rond, hè? Aardappelen met de pel rond. En 1 keer per week een stukje margarine. En 1 keer per week een lepel confituur. Maar stilletjes aan zijn ze dat allemaal beginnen te verminderen. En dan in oktober, dan was het maar 1/8 van het brood meer. 44? Ja. 1/8 van het brood per dag? 1/8 van het brood per dag was dat. En dan het 's middags de raapkolensoep, hè. Kregen we. Dat was al dag in dag, dat was iedere dag raapkolen. Dat was niet te eten. En toch waren we content dat je dat, hè. Dat was zo een soort ruttebaga. Ja. En dat bestond dus in pulp, ik weet niet of dat u dat kent. Pulp van suikerbieten? Ja, pulp. Waar de suiker uitgehaald was? Ja. De overschot? Ja. En daar maakten ze sup van? Daar kookten ze sup. En wat kreeg je dan s'avonds? Niks. Dat brood was voor het s'avonds. Ja, maar dat brood van s'morgens? Dat was die sneebrood. Dat opeten, die sneebrood van s'morgens? Ja, dat was voor de hele dag. Had jij van die sup? Ja, daar had ik van. Ja, wat was dat voor iets? Ja, dat was... Waarvan was dat gemaakt? Ja, dat was gebonnen van stukken en schellen. Patatschellen, aardappelschellen, zal ik het zeggen. Zoals men hier voor de varkens maakt. Hier voor de wel, dat was varkens eten, ja. Allee, tenminste, in de oorlog gaf men de varkens schellen, hè. Ja. Was dat zo slecht? Oh, dat was... Dat rook, hè. Gezoten dat stonk. Van, ja, dat stonk echt. Ja. En dan als we dan, we hadden zo een gamel dus, waar we dus, ik zal zeggen... Dat... Een verlakte kom, met een houten lijper. Ja, zo een ronde. En als we dat haalden, dan kregen we daar zo'n soeplepel van. Maar dan moesten we ook zien dat we onze handen daarover hielden, want de mensen die waren allemaal uitgehongerd. En als je daar voorbij waren er sommigen die met hun hand daarin klauwden en voor te eten, dan moesten we altijd onze armen daar zo over houden. Om die pulp te grijpen? Ja, ja. Ja. Je hebt erg honger geleden. Ja, verschrikkelijke honger. Maar op het laatste voelde die honger zo niet meer. Dat gaat weg. Dat voelde wel verzwakken, maar het gaat weg.
Je hebt mij daar straks verteld, Gabriel, dat je daar in het kamp je 40ste verjaardag hebt gevierd. Ah, ja, dat is Kopenik, ja. Daar ben ik 40 jaar geworden. Ja. En dan heeft Germijn 3 madeliefjes gevonden in dat kamp. En dan had ze haar stuk brood van 's avonds ervoor gespaard. En dan is ze gezegd, moeder, hier is uw bouquet en uw taart. Of, voor uw verjaardag? Ja, voor mijn verjaardag, 40 jaar. 3 madeliefjes, ja. En 1 sneetje brood. Ja, dat zat, zij had dat bewaard van 's avonds. Hè. De doden wegbrengen, dat werd er ook gedaan, weer ook gedaan door de gevangenen. En elke morgen, de doden werden weggehaald van 's morgens van 5 uur tot 6 uur 's avonds. En die na 6 uur stierf, moest blijven liggen tot de volgende dag. En dan wierpen ze die in het wasruim onder de dat water, dat liep daar zo door, dat liep met geen buis weg. En daar lagen die doden onder en daar stonden we ons te wassen, bij die doden. Meer dan eens is dat gebeurd. In Ravensbrück was er een gaskamer. Ja. Wie werd er daar vergast? Oude mensen, zieke mensen. En dan mensen die niet meer rendeerden, die niet meer konden werken. Die werden vergast. Maar er waren ook veel gezonden die vergast zijn, ja. Ah, dat heb je kunnen merken, ook ja. Gezonden. Ja, ja. Heb je daar gevallen meegemaakt? Ja, hadden mevrouw en Simon Leenaert. En die werkte bij mij bij Siemens. En op zekere dag stonden we op tapel. En Simon had een klein gaatje in haar been. Niet te tellen, het was niet groot. Ze kon niet bij de zieken gerekend worden. En Simon werd uitgeroepen en haar moeder, die was hardhorig en die vraagt me, waar gaat Simon naartoe? Ik heb haar geantwoord dat ik het niet wist. Hè. Ik laat Simon niet alleen gaan, zegt ze, en ze is mee vertrokken en nooit is er nog iets van gehoord. Vergast. Nu in Ravensbrück daar, hoeveel vrouwen waren daar opgesloten? Ja. Dat was de ene keer zoveel en de andere keer zoveel, maar het kamp was 150.000. 150.000? Ja, met kinderen, kleinkinderen, dat waren er zelf die daar geboren werden. Heb je daar ook vele kinderen zien sterven? Ja, ik heb daar veel kinderen zien sterven. Bij u weten hoeveel mensen zijn daar in Ravensbrück omgebracht of omgekomen? En in de 70.000 die omgekomen zijn. In en waren dat... Vrouwen, kinderen. Hoofdzakelijk vrouwen en kinderen? Vrouwen en kinderen, ja. Bij mijn weten zijn er een paar ook Belgische bewaaksters geweest in Ravensbrück. Ja, er is onder andere een, het was een uit de Vlaanders. En die heeft zich in de... draad geworpen. In de draad? In de draad, die onder stroom stond. En dan hebben ze ons ook ingespoten. Wij, zolang als wij in Duitsland... Wacht, tegen hebben ze u ingespoten? Ja, zolang als wij in Duitsland geweest zijn, hebben we nooit ons maandstonden niet gehad. Daarvoor hebben ze ons ingespoten. Ah, ja. En dan zijn we ongeveer enkele weken, zeker een paar weken, in quarantaine geweest, dat we niet mochten buiten komen. Hmm. Opgesloten, om te zien dus dat er geen ziektes uitbraken. Maar als we aankwamen... had ik wel opgemerkt dat ze achter mijn naam een kruis zetten.
En ik dacht, dat is nu toch aardig. Hè? Achter al die anderen zetten ze geen kruis en achter mij wel. Maar na een paar dagen was het dan uitgekomen. Dan was er een apothekeres van Antwerpen, een zekere juffrouw van Nitze. Een niet getrouwde vrouw. Oude jonge dochter, ja. En daar hadden ze ook een kruis achter gezet. Maar na een paar dagen wisten we het wel. Ze kwamen ons halen, juffrouw van Nitze dus, en mij, voor een proefoperatie. We kwamen naar de rivier, dus we kwamen in de rivier. En ja, daar dus zegde... De rivier, dat wilde zeggen dus... Een barak die met pinnekesdraad afgespannen was. En dat was dus de ziekenblok, ja. En de dokter die zegde, we gaan je opereren. Ik zeg, ik laat me niet opereren, want ik ben in mijn leven nog niet ziek geweest. Ik laat dat niet doen. Maar die Duits die zegde, wie zint hier de baas en je wordt geopereerd. Zanderendaags werd ik geopereerd. Ze hebben een snee gemaakt van hier tot van onder. Dat heeft ze ongeveer 4-5 maanden geduurd dat ik daarvan genezen was. Want, hoe komt het dat dat zo lang duurde, die genezing? Wel, de ene keer sprong die operatie, die snee dus van onder uiteen en dan van boven. Dat en wat hebben ze eigenlijk... Dat groeide niet aan één. Wat hebben ze eigenlijk geopereerd? Dat weet ik nog niet. En in het midden hadden we nog een absces. Dan kreeg ik een absces in het midden van de operatie. En ja, soms kwamen ze daar met banden bruin wc-papier precies. Dat stopten ze in een geel liquide. En dat lieten ze dus in die opening van die operatie komen met een crochet. Draaiden ze daar rond, ze trokken dat daaruit. Maar ik zeg het, ik geloof 4-5 maanden heeft dat geduurd eerdat dat toe was. En die apothekeres van Antwerpen daar? Die apothekeres is dan Sanderendaags voor proef geopereerd. En die is er ingebleven, die is gestorven, die heeft het niet overleefd. Ja. En wat kreeg u daar toen u in het rivier zo lange tijd was? Wat kreeg u daar te eten? Ja. Dat duurde een paar dagen eerdat ik daar zo nat kreeg. Thee of koffie moet ik niet zeggen, dat was een bruin vocht zonder suiker en dat was dus mijn eerste drank die ik kreeg. Maar neven me was er een Poolse en die had een pakket gekregen. En die pakte uit en daar zat een dikke ajuin in dat pak. Een ajuin? Een ajuin. En die beet daarin juist of die was een appel aan het eten. En het water liep zo uit mijn mond van de goesting, maar ik had het niet. Ja, ik knapte het werk van tijd op van blokoversten. En de blokover van Sascha was dat zeker. Hè. Die was blokoverste. In iedere blok was een blokoverste. En dan had ik een keer gevraagd of dat ze toch geen ajuin zou kunnen vastkrijgen hebben voor mij. En dan heb ik ook zo dat gekregen. En ik had ook nog een keer een patat gekregen. En we kregen het 's morgens dus ons brood. En die dag was bij dat brood een lepel siroop. En die patat, dat brood en die siroop, dat had ik bijeen gedaan en helemaal gekneed met mijn handen. En daar had ik zo een bol van gemaakt, precies gelijk als de patat. En dat had ik dan meegegoven. Dat was mijn beste diner dat ik ooit gehad heb, na mijn operatie. Daar had ik mijn blaas meegezonden. En die had dat dan doorgegeven aan haar. Heb jij, Margriet, heb jij ook getracht een deel van uw eten aan uw zuster Yvonne te bezorgen in het rivier? Ja, daar waren veel mensen die tegen de grond lagen, die heel hun benen veretterden en zo. En die daaraan sterven waren en zo. En die aten dan niet. En dan kwam ik daarbij zitten en bidden of dat ik hun eten kreeg. En dan kon ik mijn eten geven aan haar in de rivier. Jullie hebben wel zeer dicht bij elkaar gestaan daar in het kamp. Ja, absoluut. Heel dicht. Dat is van nooit meer te vergeten. Als ik mijn zuster niet gehad had, Lily. Nee. Wat dan? Dan was ik er niet meer geweest. Nee. Heb jij ook een dodenmars meegemaakt? We hebben 7 dagen moeten gaan, dag en nacht, buiten slapen. Dag en nacht? Ja, dag en nacht. Hè. En we lagen daar tegen de grond al waar dat regende. En dan riepen we pauze, pauze.
En dan werd dat wel eens toegestaan. 5 minuten, niet langer. Dan moesten we voort. En dan hebben we daar patatten gestolen uit de silo's. Die namen we daar. We mochten dat niet, want de boeren waren daar kwaad voor. Ze schoten ons daarom af. Schoten ze op u? Ja, ze schoten op ons. Ze hebben er dood geschoten. Ja, ze hebben er dood geschoten. Dat was van u, hè. En zijn er geraakt? Ja, die waren dood. Alle mensen die gingen zitten of liggen, kregen een hekschot. En waren dat er veel? Ja, dat waren er veel. En dan zijn die doodgeschoten, hè. En door wie ben je dan bevrijd geworden? Door de Amerikanen zijn we bevrijd geworden. En heb je onmiddellijk eten gekregen? Heel onmiddellijk eten gekregen en direct in een kamp gebracht, zo, hè, waar dat... En we hebben veel eten gekregen en we mochten niet te veel eten. En? Dat zeiden ze direct, want dan zou er kunnen van sterven. En dat is gebeurd ook. Er zijn veel vrouwen die gegeten hebben, hè, veel gegeten, en die dat de maag gesprongen is. Je bent gelukkig ontsnapt aan de concentratiekampen. Je bent kunnen naar huis terugkeren. Hè. Maar als je dan na enkele weken een beetje terug op je positieve waarde hersteld waart, had je dan geen wraakgevoelens tegen de collaborateurs? Ja, ik had wraakgevoelens tegen de verrader, Alfons van der Weijden, die Schuinerbeken woonde. Ik ben daar naartoe gereden met mannen, met een revolver, met mannen van het verzet. Had jij ook een revolver? Ik had een revolver. En heb je hem gevonden? En als ik hem gezien had, had ik hem doodgeschoten. Je hebt hem niet gevonden? Maar mij heb hem niet gevonden. Heeft u de terechtstelling van Fenja en Janssens bijgewoond? Nee, meneer. Waarom niet? Ik heb nog niet willen bouwen. Ik heb nog niet willen zien. Maar ze hadden u toch... Fenja had beroven. Ik had er kompassen mee. Maar ze hadden u en uw dochter afgeslagen. Ik weet het, meneer. Bloedens toe. Ja. Maar je mag toch vergeven. Je mag vergeven, hè. En ik vergeet, maar ik vergeet niet.